hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel. In de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel om. We gaan deur in Dommelbazendorp. Welkom bij de klets. Dommeldorpers. Even een huishoudelijke mededeling. Er stond hier een groene golf in de Tresilaan. En daarvan brandden de koplampen nog. En daarachter stond een blauwe Toyota en die stond helemaal in brand. Ja, daar kunnen we wel om zitten lachen. Maar het is mijn afgelopen auto opnieuw overkomen. De Hilman houtok in de fik stond. Ik weet niet waar die jong erin hadden geflikkerd. In een voetzoeker of een asielzoeker of weet ik het veel. In ieder geval heel mijn houtok stond in de fik. Paniek natuurlijk. Ik zeg tegen ons Tony, dat is mijn vrouw. Ik zeg, loop eens naar buiten en roep eens over de schutting. Dus zij loopt de plaats op, loopt ze door te kwaken. Over de schutting, over de schutting. Ik zeg, nee, je moet de buren roepen of ze mee komen helpen blussen. Snapte jij nou helemaal niks? Afijn, heel de hout ook afgefikt. Maar gelukkig hadden we nog hout zat van die storm afgelopen juni. Nou, wat ben je toch tekeer gewoon, hè? Net zoals nou, net zoals toen in Oman, waar Beatrix op staatsbezoek was. Dan kan het ook zo waaien, hè? Door een Oman, hè? Dan kon je zien aan Beatrix, want die had de hoed zo met een tot zo vastgezet, hè? Dat die maar niet van de kop af zou waaien. Nou, ik vind dat knap hoor. Beatrix, al 73, nog steeds onze vorstin, nog steeds onze koningin. En dat blijft voorlopig wel zo. Dat weet ik zeker, want die Willem-Alexander, die wordt nog geen koning. O jee, nee, want die past niet met die dikke kop van hem op een 2-euro stuk, hè? Dat past hij niet op hoor, echt niet. Die wordt echt geen koning, ik zeg dat zo tegen ons Tony. Toen zei ze, kijk naar wij, hè? God, ik ga zelf wat lijnen. Met een dikke kop en een bierbuik. Wat s'avonds maken ze de keer in een appel in plaats van een fles bier. Ik zeg, ja, ik zeg, jij denkt toch zeker niet dat ik elke avond 12 appels opken? Nee, dat ken ik niet. Ik ben nou 61, maar ik heb het verstand van een van 56. Ik heb vroeger 5 jaar in een couveuse gelegen. Ze hebben het glas kapot moeten slaan om mij naar uit te krijgen. Ja, dat mag geklapt worden. Zo stond ik laatst bij Slager Jacobs. Stond even zo'n kakmadam voor me, hè. Kent ze wel die types, hè? Die past de feestheid laten liften. Zo eerder die in een krop slaat, doet een fleur op thuis laat bezorgen. Toen zei ze, slager, mag ik een biefstukje van een ons? En sla je er een keertje op, dan lijkt die wat groter, want ik heb vanavond een party. Ik stond daar zo aan te heuren. Ik zeg, slager, geef mij een pond verse worst en trek er een keer aan, dan lijkt die wel langer. En mevrouw, zeg ik, voor u heb ik nog een kooktip. Je moet je biefstuk van een ons bakken in een dreft, dan krimpt die niet. Wat ze kwaad. Ja, dat is toch leuk. Dat is toch humor. En als je thuis zit, dan wordt het thuis ook niet vrolijker op. Hè? Als je elkaar de hele dag op de lip zit, helemaal niks. Je krijgt weer wrijvingen en zo, en dan wordt het een beetje mouwerig. Kun jij nou niks anders eten als de hele dag op de bank liggen met uw handen in uw broek? Kijk, en dan word ik nou kwaad, hè? Dat ken ik nou niet tegen. Ik vind het nou nergens op slaan. Ik zeg, weet jij nog, toen jij ziek op bed lag, wie de dat teltje afwas naar boven moest komen brengen, hè? Dat je niet naar beneden hoeft om af te wassen. Ik zeg, weet het nog? Ja. Ik zeg, dan weet je zeker ook nog wel wie de, voor jou de veurder op moest houden toen je de kliko naar buiten moest rijden, toen je de griep had. Ik zeg, dan ben je zeker ook vergeten. God waar wat.
Ik heb ze verdomme met de verjaardag nog een net cadeau gegeven, een net. Moest ik gewoon voor mezelf de corner schoonmaken ook nog. Ik ging compleet over de rooien. Ik vind dat geen humor meer. En wij hebben geen creditkaart meer. Sinds dat ik thuis zit, die hebben wij geen meer. Ja, we hebben wel een creditkaart. Maar dat is een Brabantse creditkaart, hè. Daar is zo'n pasje in de muur. Nou, en als er iets op uw rekening stond, dan credit. En als er niks op staat, dan credit niks. En dat is bij ons meestal het geval, hè. Ik wil iedereen bedanken die het mijn financieel mogelijk hebben gemaakt om hier voor jullie te komen staan vanavond. Met name de NT, de Action, de Lidl en uitvaartonderneming Bijnen. Als je meeloopt in een optocht, God dan verkleed als badkuip, kunnen wij lekker volhouden lopen. Hoeft wij je niet in te houden, want de cafés zijn gewoon alle drie open. Dit jaar, 2012, is het thema voor de carnaval Dobbelbazendorp op zijn kop. En volgend jaar is het thema Dobbelbazendorp op zijn kont. Applaus tot er dan. Houden we bedankt. Merci.